Staatsolie heeft vandaag een nieuw gebouw gedoneerd aan de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS. Het nieuwe gebouw is vandaag overgedragen en is bestemd voor de groep masseurs en masseuses die bij de stichting werken. Voor managing director Rudolf Elias is het een bijzondere dag, omdat Staatsolie vandaag ook 38 jaar is geworden. Hij deed in hoogst eigen persoon de overdracht. Maar er is ook iets anders wat bij ons heel erg hoog in het vaandel staat. En dat zijn de mensenrechten. En iedereen denkt altijd, als je denkt aan mensenrechten, denken ze altijd aan rechten van de mens. Maar het gaat ook een beetje in zijn algemeenheid. Want wij praten niet alleen over mensenrechten, als we praten over het goed doen voor de mens. Maar we geloven er ook in dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Het maakt niet uit wat voor een ras je hebt, wat voor een geloof je hebt. Het maakt niet uit wat voor een seksuele geaardheid je hebt. Het maakt niet uit of je man bent of vrouw. Maar het maakt ook niet uit of al die zintuigen allemaal voor 100% werken. En of je lichamelijke en geestelijke beperking hebt. Je moet allemaal het recht hebben op zelfstandigheid. En vooral op zelfredzaamheid. En toen één het kwam met dit voorstel om dit te doen voor jullie. Toen zei ik, wat een geweldig moment is dit voor mij om dit te mogen doen op onze 38e verjaardag. Het project heeft ook ondersteuning gehad van de stichting Within Suriname. Voorzitter Tariq Sadiq vertelt meer over de voorbereiding van het project. Nou, het gebouw staat er al een aantal jaar. Dat is mevrouw Hanenberg die hier van zeg maar het blindencentrum is. Zij kan u verder precies vertellen hoeveel jaar het er al is. Maar door de bouwvalligheid en ook de veiligheid als u dus naar binnen gaat. En we hadden inderdaad eerst ook aan de renovatie gedacht. Maar later dachten we van ja, als je nu gaat renoveren, geef je ook al een heleboel geld uit. En dan weet je niet of er over 10 jaar weer een renovatieproject moet starten. Dus vandaar dat we uiteindelijk zeiden, let's dream big, we gaan voor dat nieuwe gebouw. Voor een nieuw gebouw gaan kost natuurlijk veel geld. Wat is, hoeveel is het budget dat gepaard gaat hiermee? Ja, het budget dat zeg maar voor dit gebouw uitgetrokken was, was $65.000. US dollar, ja. En de Staatsolie heeft gelijk, ja. Ja, de Staatsolie heeft daarop dus niet, ja, gelijk. We zijn eigenlijk vanaf maart bezig, maar nu een paar, 2 weken of 3 weken geleden, dat we dus het blijde nieuws kregen dat er vandaag zo'n overhandiging plaats zou mogen vinden, ja. Tariq Sadiq, voorzitter van de stichting Within Suriname, vandaag bij de oplevering van een nieuw gebouw voor de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS. Staatsolie is ingekomen met de financiën.